Laten we een applaus geven aan de BOA's en de politiemensen. Terwijl we de andere bellen. Kijken we mee naar corona. Gaan we ervoor? We gaan toe naar een maatschappij waarin besloten kan worden dat je vanwege het klimaat niet meer mag reizen. Dus we gaan toe naar een maatschappij waarin wordt gezegd, nou, we kunnen wel met minder winkels af. Want al die reisbewegingen naar die winkels en dat die mensen gaan maar online bestellen. En dat andere landen volgden en dat een kwaadaardige genius genaamd Klaus Schwab boos zijn sigaar brak en zijn albino kat aaide terwijl hij woest naar klassieke muziek luisterde. En er zullen James Bond films over gemaakt worden. En dit is het volgende hoofdstuk in het glorieuze verhaal van onze natie. En het ligt in jullie handen om dat verhaal te schrijven op 17 maart. Kunnen we dat doen? En moeten we het doen? Kinderen, zijn er veel moeders hier? Bescherm je kinderen. Je wilt toch niet dat ze opgroeien in angst. Elke dag zo'n wattenstaaf in hun neus. Hugo de Jonge en Mark Rutte die zeggen, papa en mama gaan allemaal dood. Ik krijg nu al berichten van ouders dat kinderen, dat iemand één keer niest of zo. En dat meteen die hele klas zegt, je moet naar huis, anders gaan we allemaal dood. Die anderhalve meter, hoe kan een kind zich normaal ontwikkelen? Straks moeten ze ook allemaal semi-verplicht zo'n vaccinatie nemen. Dat is toch onmenselijk? Zo gaan we onze kinderen toch niet opvoeden, dames en heren? Van wij als overheid gaan jullie schulden betalen. Maar zeg je dan niet eigenlijk dat zij dan in de schuld staan bij de overheid? Dus waar het naartoe gaat, het Build Back Better verhaal. Oftewel, wij als overheid hebben jullie schulden en wij hebben jullie in je macht. Onder jeugd is een enorme schuld, ook omdat ze zo stom zijn geweest om de basisbeurs af te schaffen. Die gaan wij onmiddellijk weer invoeren. Maar niet alleen voor, zeg maar, hogere opleidingen, maar ook voor praktische opleidingen. Want we moeten af van het onderscheid hooglaag. We hebben stucadoors, metselaars, elektriciens, dat soort mensen net zo hard nodig, misschien nog wel harder nodig. Al die academici, joh, ik ben zelf weer een geweest. En had u deze opkomst verwacht? Ja, overal waar we komen staat het vol. Heel erg veel mensen zien dat wij de enige partij zijn die de vrijheid terug willen. Nederland weer open willen. En dat trekt ontzettend veel mensen aan. Ja, heel veel mensen willen lid worden, ja. Wat is het volgende doel? Morgenochtend 11 uur Arnhem. En de dag daarna Sneek en Leeuwarden. De dag daarna Assen en Ede. De dag daarna Tilburg en Zeeuws-Vlaanderen. We gaan gewoon het hele land door. U komt nog dagen tekort, zo. Ja, nou ja, hoe langer inderdaad we campagne kunnen voeren, hoe meer mensen op ons gaan stemmen waarschijnlijk. Maar het is een race tegen de klok. 17 maart is er op of eronder voor Nederland. En dat dragen we uit. En met die energie voeren we ook deze campagne.